Yo mensen van YouTubers en welkom weer in Fantasia Craft. Er is een nieuwe attractie geopend. Mouse of Chocola. We gaan direct de wachtreis belopen, die is heel mooi. Ja, en ik kan even een weetje vertellen, want in deze ride heeft Jens aangeschoven in een video. De eerste attractie die hij deed in een video. Ja, een paar dagen geleden niet. Nee. Ik bedoel, langer geleden was dit de eerste attractie waar hij aanschoof, terwijl hij niet eens verlopen was. Dat was altijd. En het tweede feitje is dat deze is gebouwd door Fast Rides. Dat is geen feit. Maar je weet de weg niet, mensen. Kijk hier, tijdens de corona krijg je de brillen en moet je handen ontsmetten. Amai, handen ontsmetten toch op school al genoeg. Oh nee, ik heb geen school meer, ik ben afgestudeerd. Zullen er modellen zijn? Ja, er zijn modellen! Yeah boy, is het de audio op, vetput? Ja, ik hoor die Mouse Chocola muziek. Vraag me wel of hoe dat hier gaat marcheren. Want ten echte is 3D. Dus hoe dat ze dat hier gaan doen... En de bril op! Wow, holy shit! Ik ben curieus, mensen. Holy shit, jongen! Wow! Oh shit, mensen, dit is nice. Shit, hè? Oh man, dit is zo nice. Goeie spuitzak. Dit is ook gewoon echt 3D. Je moet schieten op die muizen. Maar dat werkt echt. Hoe kan dit? Muizen. Ik heb hoeveel die scoren, put? 34. Ja, maar ik kan niet door dat je moet schieten, dus ik heb maar 10. Oké, volgende scène. Oh man, mensen, dit is zo nice. Dit moet je echt komen uitproberen. Willy Wonka. Ah nee, dit is iets anders. Oh, ik heb maar 15, man. Mensen, dit moet echt uitproberen. Dit is zo epic. Oh, ik heb echt weinig punten. Ja, ik kan verliezen. Jammer eens. Goed nieuws. Ik heb nog maar 40, jongen. Hoe doen ze dus? Hoeveel heb jij, Brutputje? 55. Nee, even stoppen ze weer. Ik wil ook veel punten. Ik heb maar 42. Nee, man. Deze is zo ik mooi. Deze is zeker een aanrader, jongens. Ja, man. Ik wil weer een kutput. Ik ook. Ik ga toch winnen, jongen. Ik win alles. Gaan we de wie tegen elkaar bowlen? We zullen zien, jongen. Bowlen. Hopla, ik heb al 56 gezet. Stop met schieten op niks, jongen. Zeg, kunnen wij hier net van ook raken? Nee. Ik heb 65 dikke put. En jij? 76. Ja, zie je, ik had gewoon niet door dat ik moest schieten, jongen. Ja, dat is één scène, jongen. Op het einde is er ook een foto, dus ik ben eens curieus hoe dat hier gaat zijn. Ja, dan wij allemaal een spuit. Ik kan op die rechts ook schieten, heb ik gezien. Echt? Nee. Jawel, man. Dat is voor de carnet van ons. Het is wel tof dat je met spuitzakken op die ratten moet schieten. Dit is, dit is ook echt 3D, ja. Zo epic. En ook, we hebben echt een bril op, jongen. What the fuck? Ja, man, dat is niet raar. ik ben verslikt. Lonka, hier is het. Hij staat te schieten, terwijl nog niks op te zien is. Ik ben gewoon aan het schieten.
Gaan we Wakobato misschien ook nog eens doen? Want we snapten er geen kloten van de vorige keer. Mm-hmm. Oh man, de tweede attractie hier met modellen. En het ziet er goed. Ja man, goede kar. Oké, de voorlaatste alweer. De keuken. Ja, proppen. Allee, de vriezer. Ja, de diepvries. Ik ken veel van attracties, mensen. Ja, ik heb op hiernaast geraakt, dat. Oh nee, dat werkt toch niet. Propkut, hoeveel had je al? 133. Nice. Oké, nog één. Ja, dat is een dichte bonuskamer, dus ik weet niet wat dat hier is. Daar heb je hem. Dat is eigenlijk de winkel. Oh ja, ik zie het. Maar niet of we de score zijn beeld, sinds je weet. Ja, dat zal wel, maar in dicht is er ook een foto, dus ik ben curieus of dat is. Namelijk. Oké, dat was het. 172, de winst is vanzelf. Wat is het? Hoeveel? 172. Oei, nu is dat beeld. Die knoppen zijn nice, man. Ja, hier, kijk, hier is de... Wat? Hij scoort het erom 172, jij hebt 144. Ja. Wat? Hoe? Goed gemak, jong. Hoe? Mensen, dit is een nice ding, dus mensen, jullie leren dat te gaan checken. Deze is zeker een aanrader, mensen. Wauw. Uitstappen met die pensenkop. Alleen die muziek, daar wordt helemaal zot van. Oké, welke raad gaan we nu treffen? Oké, mensen. Ik hoop dat die muziek stopt, want deze auto server sukt. Een half precies. Ja, dat is de poort naar fantasy. Ja. We gaan even opnieuw connecten, mensen, want ik word helemaal... Verder, mensen, Klukheim is ook in onderuit, dus de Rijk en Taron die gaan ook modellen krijgen. Sowieso, maar dat kan niet anders. Maar we hebben natuurlijk Wakobato al gedaan in een video, maar alleen we snappen er geen kut van, dus... Welke beet? Dus we gaan Wakobato in deze video nog eens opnieuw doen. Die kutmuziek stopt niet. Ja, verder. Al die attracties hier in Fantasy zijn nog altijd in onderuit. Dus dat kan twee dingen betekenen. Oftewel geven ze die modellen. Oftewel zijn ze nog gewoon in bouw. Maar hoe de fuck kan die topscore bij Mouse of Chocola voorbij de 200 zijn ofzo? Of hoeveel was dat eigenlijk? En hier ook. De topscore hier. Oei, die topscore is verdwenen. Ah ja. Ik zal me draaien, er is van boven dat ze beter. Maar wacht eens een keer. Als er niemand staat, dan staan wij ze biedt op de eerste plaats. Ah ja. Maar ja, we gaan dit keer wel meer punten, want we weten nu hoe het marcheert. We moeten dus op die particles schieten. Die magic particles, wist je de vorige keer niet. Ik heb deze attractie dus in het echt gedaan een aantal dagen geleden. Die vlog kunnen zien. En deze splash battle is zo slecht. Normaal moet je op doelen schieten, dan gaan er effecten af. Maar alleen al die effecten die zijn op de knoppen. Hé, het zijn geen modellen. Ja, deze niet, nee. Enkel de Chiapas en de Mouse Chocolat hebben modellen. Ja, maar voor dit. Oké.
Misschien moet je hem nog een uit, laat maar. Check dat, dat heb je de vorige keer niet gezien. Kijk die tijd en die datum. Oh! Okay. Het is waar moet je nu weer op schieten, Puts? Moet op die magic particle schieten. Je kunt beter wat verder achter gaan zitten, Puts. Ja, dat wou ik nog zeggen, maar het is te laat. Kijk daar bijvoorbeeld, hebben we van die particles daar moeten opschieten. En ik hoop dat we meer... Oké. Och, put. En ik schiet er ook altijd neffen, ik ben zo noob. Ik heb er nog niks aan punten. Ik ben zo slecht hierin. Ja, maar ik zie ook niet wat punten je hebt, hè. Jawel, daar rechts in beeld. Ah, dat we zijn een team. Oh, 2 punten. 3 punten, ik heb erin geraakt. Waarom zijn we zo slecht hierin? De vorige keer... Ik heb erin geraakt. De vorige keer waren we 3. Dus we zullen nog wel wat lager vallen dan de vorige keer. Ja, we hebben 6 punten, put. Zie, hier gaan nog effecten af, maar in het echt zijn al die effecten dus kapot. Dus dit is echt een waardeloze splash battle. Maar ja, Minecraft is dus wel tof. Ik heb al 9 punten binnen. 11. We moeten nu precies geen 3 seconden wachten voordat we terug kunnen schieten. Nee, nu is 1 seconde. Dus we hebben toch wel punten. We kunnen toch wel meerdere keren schieten op hetzelfde doel. Haha, hoort hem klikken, jongen. Ik kan al zeggen, mensen, doe zeker die attractie niet in dicht, want dat is de moeite niet waard. Het is wel een verlaten attractie, dus niet dat je tijd verliest of zo. Die ligt er echt ook in het verlaten gebied van... Oh! Ja, we hebben nu de high score. Dat wil ik zien. De high score was eerst... Hey! Hier staan wij. Terug, oké. We gaan de outro doen bij onze prijs. Oké, dit was de video, mensen. Like en abonneer. En misschien tot de volgende video. Ja, sowieso. Het is in Fantasia Craft. Kom vooral zelf kijken naar Mouse of Chocolat, want het is echt een nice attractie. Ik heb het nog nooit gezien op Minecraft. Dus vooral komen doen. Dus tot de volgende video. En ciao. Later.